Ik heb in Timbertip 940 zo'n kistje gemaakt voor mijn PE-band, waar mijn rol in past. En heb ik later heb ik zo'n kistje er weer bovenop gemaakt. Dat hier vastgeschroefd, kon ik het zo meenemen. Ik had hier één schroefje in dat ronde stokje gedaan om als handvat, maar dat ging draaien. Hier zat een schroefje en hier. Dus ik heb hier nog een schroefje erbij gezet. Dat kan niet meer draaien. Oké. Maar dat PE-band vanaf die kist naar buiten trekken, dat liep stug. Dat zou je kunnen oplossen door een lagertje in meer aandacht te schenken, bijvoorbeeld aan die as. En ik had het toen al te klein gemaakt, het kistje. Dan heb ik die rand heb ik een stuk afgeknipt. Dus hij zat een beetje krap erin. Dus dat trekken, dat is moeilijk. De ene keer zit hij trouwens een beetje rechts of links en niet in het midden. Dus dan wordt hij schuin getrokken en dan trek ik hem kapot. Dus dat functioneert niet. Dus aldoende leert men. En toen dacht ik, nou, kistje er even uit en dan gaat het wel. Dan gaat het helemaal prima. En dan is het helemaal niet stug. Maar doe ik het kistje erop, dan is die wel stug. Dus dan zit hij in dat kistje. Kijk, want nu gaat hij niet. En nu gaat hij wel. Dus ik denk dat die toch nog, dat ik er afgeknipt heb, toch niet voldoende was. Want hij komt langs het kistje, denk ik. Ik kan ook zo zorgen dat ik dat kistje hoger laat komen. Want als ik hem zo heb, dan kan het wel. Dus dan is dat probleem opgelost. Ik had hier driehoek lasjes zo er tegenaan gelijmd. En die heb ik op de gok weggezaagd. Maar dat ik ga denk hier, wat me het makkelijkste leek, twee latjes op de koppen van die driehoek. Die leg ik er neer, een dun latje, dat die net iets hoger komt, dat kistje. Dat hoeft maar een paar millimeter te zijn volgens mij, dan speelt die vrij. Want als ik dit nou zie, waar ik hem nou het hoogste uitkomt, dat is hier. Even kijken, hoe hoog is dat dan? Dat is 7 centimeter. En als ik hier 7 centimeter. Ja, dat zit ongeveer. Nou, dat is nou zeker 7,5. Dus een halve centimeter denk ik dat ik nou nodig heb om hem vrij te laten draaien. Hier steekt hij zelfs. Ja. Nou, daar kunnen we het mee proberen. Ik denk een stukje. Een latje en dat lijm je er zo er tegenaan en dan kan je precies zien of die, want dan gaat hij wel tegen het latje lopen, zou je zeggen. Ja, weet je, ik wil hem er gewoon niet uithalen. Heb ik gewoon geen zin in. Dus ik ga tegen mijn gevoel in, ga ik hem er toch uithalen en ik ga dat afknippen en dan ben ik gewoon klaar. Hij is gewoon niet klein genoeg. Het moet toch gewoon te doen zijn om hem eruit te halen. Zo, dan kan de oude rommel eruit. Even daar. Ik moet gewoon die rand wat kleiner knippen. Ik kan heel moeilijk rondjes knippen blijkbaar, want dat gaat niet zo goed. Ik moet een plaatje van 20 hebben die rond is. Het lijkt op een kleine emmer of zo. Heb ik niet een groot blik. Bijna goed. Dan weet ik nog het midden niet. Dus, hoe doen we dat nou? Dan wordt dat ook een leuk cirkeltje worden. Want dit is 10.
Dit is 10, dat is ook goed. Maar hier is die geen 10. Als hier 10 is, dan zit dat zo. We gaan gewoon een beetje meten. 10. En deze kant is ook 10. Dus het is alleen maar daar. 10. Kijk, hier komt hij uit. Je kan het niet op de gok doen, hè? Op het oog. Dan zie je maar dat je gewoon de helft overgeslagen hebt. Dus, foute koos. Nou ziet hij er wel mooi rond uit. Doen we de andere kant ook nog. Ja, je moet voor het gemak wat over hebben. Moet je hard voor werken. Kijk, nou zien we het een beetje. Dit is moeilijk. Weet je wat ik doe? Ik slijp er een puntje aan en dan kan hij makkelijk het gaatje vinden. Aan de andere kant zit een dopsleutel die er vrij makkelijk. Een dopmoer. Die er vrij makkelijk afgaat. En daar hebben we een hele robuuste oplossing voor. We slaan met de hamer dat draad een beetje kapot en dan gaat hij er niet meer af. Ik weet niet of het kan zien. Een beetje. Even kijken of die nou. Kijk. Dan moeten we dat wel. Even met de bank zo vastzetten. Nou zal die wel niet losschieten. Zo. Dan gaan we het nog een keer doen. Aan de ene kant kan je het wel zien, het gaatje. Waar die zit. En als ik het nou een beetje recht houd. Kijk. Moet je eens opletten. Grote truc. Nou zit hij er doorheen.
Maar ik heb geslepen. Kijken of ik hem nou fatsoenlijk erop krijg. Kijken of ik nog een sleutel heb. De andere kant. Zo, even door de beschadiging heen. Kijk, ik ga het steeds beter leren. Goed, en als het nou goed is, en ik hem er nu in zet. Zo, hartstikke licht. Kijk eens, hartstikke licht. Nu komt het volgende probleem, want ik wil hem zo meenemen. Even kijken, waar is mijn stalen plaatje nou? En toen dacht ik, als ik nou een plaatje heb met een gleufje erin, die omhoog en omlaag kan. Een soort grendeltje. En hier een schroefje, dan doe je hem voor en dan blijft hij haken. En ik denk dan één kant genoeg is, omdat hij al zo stevig zit. Dit moet terug. Kijk. En dit zit dan hierop. Ik ga dit afzagen. Ik maak er een gleufje in. En dan... even. Wordt steeds voller om me heen. En dan op ijzer kan je het allerbeste met een viltstiftje doen. Want als het nou hier zit, dan zou ik hier een leuk gleufje kunnen maken. Kijk, leuk gleufje. Daar word ik helemaal blij van. Ik heb ingezaagd in drieën. Er werden twee hele smalle strookjes omgeslagen. En toen met de drevel op die rand geslagen op goed geluk. En toen braken ze af. Dus dat is voldoende. Kijk, als ik dat nou zo heb. En ik schroef daar een schroefje in. Waar is dat ene schroefje wat erin zat? Dat, nou ja, dat doet er even niet toe. Ik heb hier nog een heel kort, nou, hij komt er misschien net niet. Thank you.
Hij komt niet in het oude gaatje. Nou, dan doe ik een nieuw gaatje. Ook zo'n klein schroefje, maar het hoeft er niet helemaal in. Anders schroef ik hem weer vast. Ja, kijk. Dan blijft hij zitten. Maar hij is natuurlijk te lang. Ik moet er een stukje afhalen. Want ja, de helft van het schroefje. Nou, ik slijp hem even op de slijpmachine, dat schroefje eraf. Ik prik even dat gaatje een beetje groter, dat hij straks gewoon die schroefdraad kan pakken. Even met de nijptang bij de slijpsteen gehouden. Ik heb hem wel het plaatje waar het op rust, heb ik op zijn kant gezet en daarop laten rusten. Hij steekt er al doorheen. Zit hartstikke vast, maar dan nemen we de ijzerveil en dan veilen we de rest daar weg. Je ziet hem zich verplaatsen. Zo. Dan steekt hij hier nog een beetje uit. Heb ik nog een ijzerveil? Ja, tuurlijk heb ik een ijzerveil. Nou, ik vind hem een beetje te los zitten. Hoe lossen we dat op? Ik denk dat ik daar nog een beetje... Kijk, ik heb hier nou die bisonbond staan, die secondenlijm. Als ik dat nou eens doe. Even kijken, dit was de lijm, geloof ik. De glue. En moet het door hem geactiveerd worden. Oh, wacht even, dat moet je toch spuiten. Doe je dat dan? Even kijken. Ik weet niet meer hoe het zat, maar ik denk dat dat niet helemaal de manier is. Hoe dat nou zat met die lijn. Ik doe hier dit. Ik snap er niet meer zoveel. Maar nu moet het vastzitten. Het rammelt niet meer, dus we rekenen erop dat het nou vast zit. Hier steek het nog uit. Dat gaan we nog even. Zit. Ik moet hem ietsje ruimer maken, geloof ik. Dat wil hij niet helemaal. Nee. Dus ik moet dat
klein beetje ruimer maken. Pas die vijl erin. Nou, nee. Even kijken of ik nog iets anders heb. Ja, nou zit hij. En hij kan er makkelijk uit. Hij doet het. Nou, alle problemen opgelost van Timmertip 940. Dus, hij loopt als een trein. Je kan hem zo losmaken. Als je dat nodig vindt, maar dat is nu niet meer nodig. En hij zit lekker strak erin. Ja! Yeah.